Leuk dat je kijkt naar de derde aflevering van de Boomhut. De Droomboomhut begint al ergens op te lijken, maar de vierde muur aan de voorkant moet nog gemaakt worden. Daar gaan we nu mee aan de slag. Maar ik moet ook nog even snel droomvliegen voor de goede thumbnail, etc. Heb je de eerste twee afleveringen nog niet gezien? Ga deze dan zeker checken. Bedankt voor alle likes op de eerste twee delen. Bij 1500 likes op deze video komt deel 4. We doen enorm ons best om jullie bij te houden, maar jullie zijn enorm actief in het liken van de video. Thanks daarvoor. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Het zou fantastisch zijn als we deze maand er 25k kunnen halen. Veel kijkplezier, want in deze aflevering gaan we weer mooie dingen bouwen. We maken zelfs een tweede verdieping op de hut. Dus snel naar de bouwplaats. Dus, Rick die gaat aan de slag. Lekker meten. We hebben dit thuis helemaal ingemeten. En nu kunnen we hier op de tablet alle maten zien. Alleen we hebben het even nagemeten. Er zit een centimeter, moet er meer bij. Maar goed, Rick kan daar aan de slag. Ik ga nog even met de drone vliegen voor beelden. En dan kunnen we verder. Ik ben echt heel blij dat we tijdens dit bouwproject goed vooruit hebben gedacht met het maken van de bouwtekeningen. Het is super duidelijk en zo kunnen we als een geoliede machine aan het werk. Echt top! In een ruime minuut zien jullie een uur aan werk. Ik wil even de tijd nemen om iedereen te bedanken die de video's helemaal afkijkt. Bedankt voor het mogelijk maken van dit avontuur. Zonder jullie kan ik dit niet doen. Rick en ik hebben lange, zware dagen gehad, maar we hebben enorm genoten van dit avontuur. Sorry als we soms een beetje moe en sloom zijn, maar echt bedankt. Zo, ik schroef deze nog even vast, dan is dit frame helemaal af. Deze ga ik bedekken met planken, de planken die we ook daar op de vlonder hebben gebruikt. Want dan ziet het tiny house er een stuk anders uit. En dan komt op die bovenkant komen weer die platen met die planken erop, om het zo maar te zeggen. Dus deze even vastschroeven en dan gaan we lunchen, want Thijs is er. Die heeft wat drinken meegenomen en wij hebben broodjes met knakworst. Dus ik schroef hem even vast. Deze is af, het is tijd om te gaan lunchen. Het is tijd om te lunchen. We hebben blikken knakworsten, broodjes. Ik heb alleen geen saus. Maar goed, alles in de natuur smaakt beter. Dat is zeker waar. En we hebben nog koekjes ergens. Koekjes. Wij gaan even de knakworsten warm maken. Thijs is er trouwens ook en we gaan nu horen wat hij van de hut vindt. Wauw, dat is echt uit. Hey. Spontane reactie. Ziet er echt leuk uit, man. Echt spontane reactie. Ziet echt heel... Dat is toch niet. Ga maar weer weg. Doei. Nee, gekkigheid. Thijs heeft het momenteel erg druk met zijn werk, dus het is al gezellig dat hij even langskomt. We hebben broodje knakworst. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Mm. Tijdens deze bouwvideo maken we lange dagen waarin eten soms best een uitdaging is. Omdat we lange dagen hard aan het werk zijn in de buitenlucht, waren we soms de halve dag aan het eten. Maar nu was het lekker om even de tijd te nemen voor het eten. Terwijl Rick zijn derde en laatste broodje opeet, neem ik wat te drinken. Zo gaan we maar weer verder. De voormuur die is bijna af. Ik denk dat we de planken er aan de voorkant pas opschroeven. Dus dan kunnen we hem zo naar boven rammen. Het frame van de voorkant is af. Zij geven hem aan, dan pak ik hem aan. En dan gaan we hem voorgoed zetten. Rick, kom mij helpen. Nu is het echt een soort huisje, ook al zitten er nog niet eens planken op. Deze planken gaan we hier gebruiken en die komen zo pop, 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 allemaal zo. Helemaal tot aan boven hier. Komt hij helemaal vol te zitten. Hier uiteraard ook. Alleen hier niet, want dit wordt het raam. Dus planken halen, zagen, goed afmeten en de voorkant dichtmaken. En dan gaan we daarna met het loft hier aan de bovenkant aan de slag. Al deze planken zijn ook bedoeld voor de voorkant. Die ga ik naar de boven tillen. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie van deze planken vinden aan de voorkant. Ik heb heel veel materiaal bekeken. Ik wilde iets wat niet te duur is, maar wat wel een leuk effect geeft. Er zijn heel veel materialen zoals multiplex, rabatdelen van hout, kunststof en nog veel meer. Wat vinden jullie mooi? Laat het weten in de reacties. Het begint echt ergens op te lijken. De voorkant is nu bijna helemaal dicht. Nog een plank of 4 of 5 en dan zijn we er. We hebben in ieder geval dichte muren grotendeels, dus dat is wel vet. Ja. Dit ziet er wel even dik uit. Er moet nog superveel worden afgewerkt. Een raam hier, een raam daar, een raam daar. Uiteraard daar onderste plank nu eerst. Maar ik ben wel heel blij, want het begint echt ergens op te lijken. Zouden jullie het gaaf vinden om zo'n boomhut in je achtertuin te hebben? Ik wilde dit al mijn hele leven maken. Nu heb ik het zelf bedacht, getekend en nu begint het ook nog ergens op te lijken. Mocht iemand dit trouwens echt willen, mail mij gerust. Ook de voorste muur is bijna helemaal af. Dit kost veel meer tijd dan zo'n zijpaneel. Dat is gewoon 2 platen erop en klaar. En hier hebben we 50 planken erop zitten schroeven. Maar goed, het ziet er wel mooi uit. Dat is het belangrijkste. We gaan nu werken aan het loft, de plek waar we daadwerkelijk gaan slapen straks. We hebben weer 7 lange balken voor nodig en uiteraard 1 ertussen voor de stevigheid. En die komt straks daarboven en daarop gaan we slapen, hopelijk. Maar goed, laten we aan de slag gaan. Hier liggen we dan, Rick, zo. Ja. Ik heb even wat nieuws gepakt. Hiermee kunnen we straks heel makkelijk uitmeten hoe we de plaat af moeten zagen. En we gaan ook maar 1 zijkant eraf zagen. Heb ik allemaal weer geleerd van de comments van de vorige keer. Bedankt voor jullie comments. Oké, plaatje erop. Rem daar maar helemaal strak. Tijd om weer een nieuw speeltje uit te testen. Oh joh, het is helemaal blauw. Moeten we heel strak trekken? Ja, dat staat hier. Jij mag klappen. Oké, 3, 2, 1. Hiermee kan je dus super makkelijk iets aftekenen. Je trekt hem hartstikke strak. Dat poeder. Dan heb je een extra lijntje. Dat poeder zit erop. En nu kan Rick zo met de cirkelzaag zo brrr, heel dat ding in 1 keer eraf halen. En dan weet je zeker dat die kaars recht is, want je trekt hem super strak. En dan doe je dus zo. Maar nu is hij al gebruikt natuurlijk. Maar dat spul zit erin, dus als ik hem nu weer oprol, kunnen we hem zo voor die zaaglijn ook gebruiken. Maar we kunnen zagen. Oh, 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 oh. Deze Rico. Dit is echt top man, zo'n lijntje. Gaan we ook nog een keer doen. Wacht. Of heb jij hem helemaal strak? Ja. Oké, rammen maar. Als jij hem alleen even vasthoudt, dan kan ik ja beter. Je hebt zeker hulp nodig. Dat is wel makkelijker. Zullen we hem gelijk omhoog tillen? Of laat hem even hier opzetten zo? Ja, dat lijkt me sowieso. Tim ik even omhoog. Ik kan dan... Stap even voorzichtig naar achter. Ik kan er niet meer bij. Pak jij deze even aan? Ik pak deze even aan. Doe maar weer voorzichtig, vriend. Deze kant moet daar tegenaan. En dan straks daar zo in de hoek, zo'n trapje hierheen. En dan klim je gewoon zo naar boven en ga je hier lekker tukken. Nou, ik ben echt blij met hoe dit tot nu toe gaat. Ja, het is veel werk. Ja, het kost veel geld. Maar dit is toch geweldig. Ik wil even een shout-out doen naar Odoo, de sponsor van deze video. Want zonder hun was dit niet mogelijk. Zoals ik in de afgelopen video's vertelde, maakte ik met Odoo een gratis website over dit avontuur. Dit kan je eenvoudig doen in 4 stappen. Je stelt je doel in, kies je kleurenthema, voeg de pagina's en functies toe die jij wilt gebruiken. En dan kies je het thema dat jij het beste vindt passen. De eerste app is met Odoo levenslang gratis. Je krijgt hier ook nog onbeperkt ondersteuning en webhosting bij. En je kunt zelfs 1 4 jaar lang een gratis gepersonaliseerd domein krijgen. Zo bouwde ik dus gratis deze website. Over die website gesproken, je kunt heel makkelijk en snel alles aanpassen en je kunt zelfs AI je laten helpen met het schrijven van teksten. De eerste 2 blogs heb ik helemaal zelf geschreven, maar bij de derde ga ik me door AI laten helpen. Zo kan je dus makkelijk en snel je hele website kloppend maken. Verder kan je alle blokken en afbeeldingen heel gemakkelijk aanpassen. Het werkt dus prettig, snel en makkelijk en het ziet er ook nog professioneel uit. Wil jij zelf een website maken via Odoo of een van de andere apps proberen? Check dan de eerste link in de beschrijving. Wil jij de derde blog lezen die ik heb gemaakt met AI door Odoo? Check dan de tweede link in de beschrijving. Odoo, bedankt voor het mogelijk maken van dit avontuur. Terug naar de bouwplaats. Waarom ga je niet gewoon voorzichtig op je knieën zitten, knul? Ik ben het niet eens met hoe gevaarlijk deze jongen doet. Maar ik heb last van mijn knieën omdat ik oud ben. Ga je op je reet zitten? Daar staat de andere camera. Dat is gewoon 7 meter lager dan waar wij nu zitten. Wat bizar. En er is hier ook nog genoeg ruimte dat het niet claustrofobisch voelt. Straks kunnen we hier niet staan. Het dak komt ongeveer op die hoogte. Dus het is ook weer niet zo laag dat je niet eens kan zitten. Dus dit wordt dik. We zijn schorren aan het plaatsen voor extra stevigheid. Het is inmiddels een aardig gewicht aan het worden. Dus we willen niet dat het straks ineens naar beneden lazert. Dus voor extra stevigheid zetten we de schorren onder. Ram hem er maar in, die 2. Vandaag is het een onrustige dag met windkracht 6 à 7. Hierdoor dachten we om extra stevig vast te gaan maken om te voorkomen dat we al dit werk voor niks gedaan hebben. Maar of dit genoeg is, gaan jullie zien. We hebben zojuist 8 schorren geplaatst ter versteviging. Ja, als het nu nog naar beneden zakt, dan weet ik het ook niet meer. Hij zit nu met 1200 schroeven vast. En dan is het nu tijd om het laatste ding daar aan de voorkant te maken. Dit ding gaan we nu bouwen. Ik kijk even zo op mijn tablet. We hebben hier nog wat liggen. En dat is het puntje wat daarboven komt. Dus laatste frame dingetje. En dan is morgen tijd voor het dak. Ik ben heel benieuwd. Ja? Yes! Kunnen er niet meer uitvallen! Dit is echt een lekker plekje zo. Ja man, morgen hier de punt erop en dan gaan we aan het dak werken man. Zo, dat was hem weer voor vandaag. Rick, hier heb je nog een cookie. Dankjewel. Wij gaan naar huis, we hebben alles opgeruimd en het is ook aan het regenen nu. Ik moet wel eerlijk zeggen, na 3 dagen keihard knallen met z'n tweeën schiet het mega op. Dikke shout-out naar Rick, echt enorm bedankt. Maar het is loeizwaar, het is mega vet. Het is wel heftig, ja. Kijk even wat we gebouwd hebben. Mag ik ook een koekje? The next day. Het is dag 4 en het is zeiknat overal. Alles hieronder is zelfs nat. Laten we even boven gaan kijken hoe het er daar aan toe is. Er hangen in ieder geval een paar druppels onder. Ai, ai, ai. Alles is zeiknat hier binnen. Het regent hier ook helemaal naar binnen. Dan wordt zo even proberen het zo goed mogelijk hier eraf te laten vallen. En dan moet het goed komen. Het heeft vanmorgen mega hard geregend. Dat water hebben we er net even afgegooid. Maar het is sowieso heel onstuimig weer. Het is ergens midden in juli. De zon hoort te schijnen. Ik hoor me in te moeten smeren met zonnebrand. Maar het is gewoon rot weer. Maar goed, wij gaan zo snel mogelijk aan de slag met de bouw van het dak. Want dat is even het allerbelangrijkste voor nu. De eerste zaagsnede voor dag 4 zit er ook alweer doorheen. En de tweede gaat gelijk door. Dan gaan we die op het hart van deze plaatsen. En dat wordt dat de punt voor daar. Het is best onhandig om linkshandig te zijn. Al deze dingen worden voor rechtshandigen gemaakt. Wat het hoogtepunt, eindelijk. Hallo, Rick is nog. Hallo. Zo dan. Kijk eens. En dan moeten we deze heel vaak namaken. Alleen ik zag dat we niet genoeg balken hebben voor nu. Maar degene die we hebben moeten we denk ik op die manier namaken. En dan vastschroeven, daar kunnen we het zelf eroverheen spannen even voor nu. Want dan is het droog, kunnen we gewoon droog werken. Want we moeten uiteindelijk dit natuurlijk allemaal nog ertussen maken. Maar het gaat er ook nu even omdat we hier droog zijn. Want het gaat straks weer regenen. En we hebben nu even een soort tijdelijk dakkie boven of zo. Het is tijd om te lunchen. We gaan namelijk tosti's maken. Lekker wit boterhammetje. Zo. Zo, eerst de 2 tosti's. Echt top dit ding, want we kunnen gewoon tosti's eten op de werkplaats. Nu even wachten en dan hebben we tosti's. A few moments later. Kijk eens, dat ziet er goed uit. Zullen we ze eten? Ja, lekker. Goeie, yo. Eet ze. Zo. Smaakt extra goed zo op hoogte. Nu moeten we er nog 4 voor de andere kant maken en dan kunnen we wat spul erop gaan gooien. Even mijn oordoppen in. We gaan Rick even een chocolaatje geven. Die gast is alweer heel de tijd kaart bezig. Lekker chocolaatje! Lekker! Pak maar helemaal aan. En deze gaan we tussen de bomen en het huisje doen, want die klapt er elke keer tegenaan. Dat zal ik zo even laten zien. Ja, deze gaat flink heen en weer door de wind. En soms komt hij zoals nu er tegenaan. Ja, bam! Dus deze ga ik er zo tussen maken. Niet dat het heel veel helpt, maar misschien wel iets beter voor de hut. Ik heb hier een hele stapel balken, die heb ik al uitgemeten. En Rick is hierboven bezig met het dak. Het staat helemaal veilig hoor. Niet thuis nadoen nogmaals. En ik ga deze even in een sneltreinvaart afzagen. Deze 9 balken zijn er 4 voor hier, 4 voor dit gat en eentje alvast voor deze. Wat ga je doen? Ga ik het zeil pakken om op het dak te maken, maar het waait nogal. Oké. Tom gaat even het zeil pakken beneden. Dan maken we hier het zeil op en dan is het waarschijnlijk waterdicht voor vanavond. A few moments later. Het is misschien niet 100% waterdicht, maar het gaat sowieso de allerergste regen tegenhouden. Ik denk dat het goed is als we lekker naar huis gaan. We zijn verrot. Ik moet ook nog werken vanavond. Dit was het voor vandaag. Wij zijn er morgen weer. En voor jullie is dat zometeen. The next day. Het is vandaag dag 5 en we zijn iets later begonnen dan elke keer 's ochtends gewoon vroeg. Het is nu begin van de middag. Ik ga Rick even ophalen. Het regent weer en we gaan eerst even naar de bouwmarkt en hout halen bij mijn opslag. En nu even wachten tot Rick er is. En dan aan de slag. Het is vandaag dag 5 en we gaan deze door de bomen heen rammen. Want het waait best wel regelmatig flink hier zo. Dus we willen zorgen dat hij nooit vanuit de boom kan vallen. Dus deze gaan we dwars door de bomen heen schroeven. En dat gaan we doen met dit gigantische apparaat. Hoppa! Alleen ik gok dat we een hamer nodig hebben om deze doorheen te krijgen. We hebben van de week deze schorren vastgemaakt. Deze zijn gisteren gewoon door de wind afgebroken, allebei de schroeven. Kan je nagaan wat die wind doet. We waren daar bezig met de draadeinden. Toen is Rick begonnen aan de ruitjes. Maar laten we eerst maar die draadeinden afmaken, denk ik. Het eerste draadeinde zit, hij steekt een stukje uit, maar goed, dat geeft op zich niet. En zo moeten we er nog een paar hebben om te zorgen dat er niks meer kan gebeuren met de boomhut. Want we willen niet dat hij naar beneden lazert. We hebben hier veel tijd en liefde in gestoken. Rick is hier latjes erin aan het zetten voor de ramen. Hier tegenaan komt dan het raam. En dan komt er weer een latje tegenaan, die steekt hier buiten een klein beetje uit. Zoiets, dat is een soort vensterbank. Ik ben benieuwd hoe het eruit ziet als straks de ramen erin zitten. Kijk eens. Het gaat weer fantastisch vandaag, manieus. Rick liet de kop van zijn boormachine vallen. Tenminste, die viel er eigenlijk vanzelf uit. En die kunnen we niet meer vinden. Echt fantastisch weer vandaag. Joepie! Inmiddels is dit gat ook helemaal doorgeschroefd. Maar het draadeinde gaat er niet zo heel erg makkelijk in. Er zit ook best wel veel beweging in natuurlijk. Ik ga hem er even in tikken. We gaan hem afzagen weer. We hebben weer een voorraadje hout gehaald. Alleen het is ook begonnen met regen alweer. Alweer. Ik weet niet of je het kan zien op de GoPro. Er zitten hier gewoon spetters op het raam. Die Rick er net heeft ingemaakt. Dus dat is top. Burgertje. Deze burger is voor Rick. Dankjewel. Eet smakelijk. Ik ga er voor mezelf ook nog één maken en dan gaan we even eten. Rick is aan zijn tweede burger alweer begonnen. Ik heb mijn tweede burger hier en die gaan we ook even opeten. Het begint steeds harder te regenen, joh. Maar goed, eet smakelijk. Rick is hier druk met het raampje hier aan de voorkant. En als laatste hier zo moet dit raampje aan de zijkant. En dan zitten de benedenramen erin. En ik ga proberen wat aan dat tarpje te fixen. Ik heb hier namelijk nog een bouwzeil. En dan kunnen we die gewoon vastschroeven voor nu. We hebben inmiddels de platen om het dak helemaal een soort van dicht te gaan maken. Maar als het zo regent is dat echt kloten. Kijk, hier regent het nu gewoon in een constant straaltje. Daar ga ik proberen wat van te maken. Rick is deze aan het inboren. Ik ben latjes aan het zagen voor dat raampje. Het laatste te maken raam hier. Deze die lukt even niet met zagen. We hebben nu geen handcirkelzaag. En met de decoupeerzaag krijgen we allemaal van die lelijke plekken. Met dat ding lukt het dus niet. Dus dan maar even andere werkzaamheden. Het is inmiddels dag 5 geweest, het is 9:30 s'avonds en wij gaan weer lekker naar huis. Helaas konden we vandaag wederom niet zo lekker werken als gisteren. Morgen dak erop, ramen erin, deur maken, misschien wel een rand eromheen maken. En die buitenkanten die hier nog open zijn, daar gaan we ook aan beginnen. Nu even de laatste spullen in de auto gooien. Rijden we weer naar huis en hebben we weer een mooi dagje erop zitten. Bedankt voor het kijken naar deze video. Bij 1500 likes komt deel 4 de volgende dag online. Bedankt voor jullie te gekke support op deze serie. Iemand heeft zelfs geld gedoneerd. Dit is toch fantastisch? Shoutout naar Otte. Abonneer op mijn kanaal en tot snel.